Van 3 jaar op reis naar 3 maanden Nederland. Voelden we ons er thuis? Of juist een vreemde? Wij zijn Family Everywhere. In het voorjaar van 2021 vertrokken we uit Nederland, wonend in ons huis op wielen. We trokken een jaar door Europa, 1,5 jaar door Canada en Amerika en reizen naar Alaska en het noordelijkste met de auto bereikbare puntje van Canada aan de Arctische Oceaan. Nu reizen we in Mexico, op weg naar het zuidelijkste puntje van Argentinië, over de zogenaamde Pan American Highway. Reis en avonturier met ons mee naar de mooiste plekjes van de wereld. Leuk dat jullie weer kijken. Zeker. En leuk voor iedereen die nu op deze video voor het eerst klikt. Even heel kort, wij zijn ruim 3 jaar geleden vertrokken op reis. We hebben een jaar in Europa getrokken. Vervolgens 1,5 jaar in Canada, Amerika. 7 maanden in Mexico. En nu zijn we net terug van 3 maanden in Nederland, waar we familie en vrienden hebben opgezocht. En in deze video nemen we je mee naar waar we woonden, hoe we het beleefd hebben. De regeldingetjes die we allemaal gedaan hebben in Nederland en nog heel veel meer. We zijn inmiddels dus alweer in Mexico aangekomen en deze week zijn we druk bezig geweest met onze truck weer rij- en leefklaar te maken. Dat is nogal een hele klus, moet ik zeggen. Nogal, maar daarover meer over 2 weken. Voelde het als thuiskomen? Ja, het was heel fijn en vertrouwd natuurlijk. Maar niet echt thuis. Nee. Het was heel gezellig, maar ook heel druk en heel hectisch. Ja, dat kwam ook omdat we alles en iedereen in die 3 maanden wil stoppen. En je wilt iedereen het liefst zo vaak mogelijk zien. Dus ja, dan is het ook gewoon heel hectisch. En daar waren we ook voor gekomen natuurlijk. Precies, ja. Zeker. We hadden wel meteen het welkom in Nederland gevoel al in het vliegtuig. We vlogen met KLM. En ja, daar werd weer Nederlands gesproken. En op een gegeven moment hoorden we achter onze stewardessen keihard roddelen over een aantal niet-Nederlanders. Een paar stoelen voor ons. Dat we echt dachten, oh man, dit kan echt niet. En vervolgens het openbaar vervoer. We stonden nu terecht met een overvolle trein waar we niet, waar we niet meer mee konden. Moesten van Schiphol naar Limburg. Dus dat was ook weer inderdaad welkom in Nederland. Nou, ik vond het echt wel heel erg wennen om iedereen weer Nederlands te horen praten. Ik zie mezelf nog in de Lidl staan, dat ik eigenlijk iemand in het Engels wilde aanspreken. Ja, het is echt gek om ineens iedereen weer in Nederlands te horen praten. Ja. En je hebt ook bepaalde woorden die je al eigenlijk soort van het Engels overneemt. Ja. Ja, zeker. Ja, en alle gele kentekens. Ja. Normaal als je een geel kenteken op de weg ziet, is het hey, Nederlander. En nu is het gewoon Nederland, Nederlander. Alles is wat geel inderdaad. Ja. Ja, en een wc-papier. Ja, dat was even wennen. Want hier in Mexico, Amerika, maar ook mensen eigen droogte. Wat doen we het allemaal scheiden. Gewoon wc-papier in een zakje. En in Nederland mochten we hop het riool in. Ja, en ik moet de kinderen nu, heb ik afgelopen week alweer een paar keer gezegd, hey, we moeten het wc-papier bescheiden. Oh ja, dat wordt dan weer vergeten inderdaad. Zeker. Ja, en verder vond ik het ook wel weer heel erg wennen, de veranderde mode. Wat dat betreft zijn we een soort van 3,5 jaar stilgestaan. Ja, uit Nederland geweest. Dus ineens korte topjes, wijde grote broeken, jasjes, alles groot. Ja. We gingen toch wel weg met alles, net wat anders. Zeker. Ja, en waar we heel erg lang ik weet niet of dat het goede woord is, maar wat me heel erg opviel, is toch het stukje bioritme in het tijdstip om donker te worden. Het was voordat we het wisten 10 uur en dan had ik helemaal niet het gevoel dat het al zo laat was. Zeker. Maar dat was het wel. En nu andersom. Gisteren was het 7 uur en ik dacht echt, het is al 1 uur of 11 en om 20 over 9. Ik denk, ik ga naar bed. Ik ben kapot. De kinderen slapen veel makkelijker in. Ja, heerlijk als het donker is. Wat dat betreft werkt dit biologische ritme eigenlijk veel beter dan toch het zomerritme dan. Ik bedoel, in de winter is het anders dan in Nederland. Ja. En het viel me heel erg op dat iedereen weer veel gehaast wordt aan de kassa, in het verkeer. En dat zijn wij in ons leven niet meer gewend. Nee, hier in Mexico is dat toch net wat anders. Zeker. Ja, wij hadden een nieuw paspoort nodig. Of in ieder geval Pascal en ik. Want die van Carlijn hebben we in San Francisco geregeld. En die van Nienke die kan er geven. En wij dachten eigenlijk ook dat we nog wel een jaartje konden. Totdat we ons gingen verdiepen. En zagen dat in landen in Zuid-Amerika je paspoort nog een half jaar geldig moet zijn. Nadat het visa is afgelopen. En dat maakte dat het eigenlijk niet meer kon. Dus last minute bedachten we ons. Dit moeten we toch in Nederland gaan doen. Maar toen liep het tegen een probleem aan. Dat is namelijk een wachttijd van 3 maanden. Want wij kunnen dus niet zomaar naar de gemeente gaan. Wij zijn uitgeschreven. Dus wij moeten naar een grensgemeente. En grensgemeentes, dat zijn onder andere Schiphol. Maar ook vaak ja, letterlijk de gemeentes die aan de grens liggen. Maastricht kwam ook nog goed uit. We zijn van Limburg. Had de kortste wachttijd. Maar ook dat ging dan soort van op de laatste week aan. Dus uiteindelijk hingen we met ze aan de telefoon. En was het op een gegeven moment van... Oh, even wachten mevrouw. Misschien... ik weet niet of ik dit openbaar kan maken al. En toen kwamen ze terug van... Nou, we hebben het goede nieuws voor je. Gemeente Heerlen is ook vandaag een grensgemeente geworden. Zonder wachttijden nog. Want daar stond natuurlijk nog niemand in de wachtrij. En daar konden we dus eigenlijk meteen terecht. We moesten daarvoor een heel formulier invullen. Want het probleem is ook nog eens bij ons. We zijn uitgeschreven, maar we zijn niet geïmmigreerd. Dus we hebben geen... adres. We hadden ook geen lopend visum meer. Het visum van Mexico was verlopen. Amerika was verlopen. Dus ja, helemaal niks. Ja. Dus dat was voor hun, zeker omdat wij hun eerste geval waren. Een bijzondere situatie. Nog een bijzondere situatie. Dus uiteindelijk moesten wij allemaal foto's maken van alle stempels in ons paspoort. En ook toen we eenmaal daar zaten. Nou, we hebben nog nooit zo lang op de gemeente gezeten. Ik geloof dat we er wel bijna een uur gezeten hebben. Om alle paparazzen in orde te maken. Om alles, alle onduidelijkheden. Uiteindelijk hebben we nog een heel formulier moeten invullen. Met alle landen en datums. Nou ja, gelukkig mocht ik het ook per maand doen. Welke grensovergangen we hadden. En waar we volgend jaar weer verwachten naartoe te gaan. Dus een hele hoop gedoe. Maar uiteindelijk hebben we 2 nieuwe paspoorten. Ja, en de gemeente nam ook echt wel een tijd. Dus dat was zeker. Fijn. We waren toch het eerste geval. En ja, dus alles is geregeld. Volgend jaar wel het volgende uitdaging. Dan moeten we dus ons rijbewijs gaan verlengen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Precies. Dan zijn we in Nederland ook naar de tandarts geweest. Nu waren we nog niet zo super lang geleden in La Paz in Mexico naar de tandarts geweest. En daar hebben we eigenlijk destijds niets over gedeeld. Hoe dat uiteindelijk was. Want dat was een beetje vaag eigenlijk. We waren toen al gewaarschuwd dat ze in Mexico ook nog wel eens heel erg kunnen overbehandelen. Om toch lekker centjes te kunnen verdienen. Dus in Mexico gingen we eigenlijk weg met het feit dat... met z'n allen 10 gaatjes hadden. Ja. Ik moest een nieuwe kroon. En ik moest een bitje voor de... Hoe noem je dat? Knarsetanden. Anders zouden mijn tanden uit gaan vallen. Carlijn moest hetzelfde. Nienke moest een of andere kaakverbreding. Want aan de ene kant was die smaller dan aan de andere kant. Zoiets. Dus een hele waslijst. Ja, een hele waslijst. En ja, wel overwogen. Nog contact gehad met een tandarts. In Nederland hebben we toch besloten om dat... niet te doen. Om toch heel even een paar maanden te wachten totdat we in Nederland waren. En zo gingen we dus in de eerste week in Nederland meteen naar de tandarts. Want ja, we willen wel genoeg tijd hebben om eventueel wel wat op te starten op het moment dat er wel wat aan de hand is. Maar uiteindelijk gingen we daar weg met 1 gaatje voor jou of 2 gaatjes? 1 gaatje voor jou. En verder niks. Ja, Nienke die had al kiezen en daar moest een seal over of zoiets. Wat standaard gebeurt. Maar voor de rest helemaal niks. Die kroon kon ze zich nog wel voorstellen. Maar dat was hier echt nog geen sprake van. En ook die verbreding van Nienke. Ja, kom op joh. Het is een kindergebit. Ze is volop aan wisselen. Daar gaan we echt niets aan doen. En ook dat bitje voor Carlijn. Ja, dan kun je iedere 2 maanden terugkomen. Want ja, daar valt gewoon geen bitje op te maken wat met de groei mee kon. Dus ja, ik denk dat ons plan gaat zijn... Als het even kan, gaan we gewoon in Nederland naar de tandarts. Zeker. En krijgen we klachten, dan vinden we hier ook wel een tandarts. Dan zijn we nog bij thuisvaccinatie langs geweest. Ja. De kids hadden nog een gele koortsvaccinatie nodig. Wij hadden die al. Ja. En ook Carlijn die had haar 5 jaar prik de DKTP nog niet gehad. En daar hebben we destijds, want dat was eerst 4 jaar, nu 5 jaar geloof ik. Daar hebben we in Amerika nog naar zitten kijken. Maar daar zijn de samenstellingen anders. Wordt dat weer gecombineerd met nog weer een andere... Andere dingen, ik weet het niet precies. En in overleg hebben we gezegd, joh, we gaan dat gewoon in Nederland doen. Want het nieuwe plan was dus sowieso dat het 5 jaar werd. Dus ook zij heeft toen dat DKTP-prik nog gehad. Om te beginnen willen we iedereen bedanken die meegedacht heeft met ons huisvestingsplan. Ja, zeker. Ja, voor als je het niet meegekregen hebt, hebben wij een post voordat we naar Nederland gingen, een oproep gedaan op social media met de vraag wie heeft zijn huis leegstaan, is op vakantie, zoekt mensen die in hun huis kunnen passen, eventueel op dieren kunnen passen, et cetera, et cetera. Dus dat was echt ontzettend fijn. Zeker, zeker. Ja, wat dat betreft was het lastig om een basis te creëren. We hebben namelijk contacten wel door heel Nederland zitten. En ja, ideaal was ook gewoon geweest om een camper te hebben. Maar ja, zelf een camper kopen, dat is heel onhandig. Want we zijn dus niet uitgeschreven. Dus we mogen geen camper op eigen naam. Dus ook geen verzekering. Dus nou ja, dan moesten we dat al via iemand anders doen. Vonden we niet zo heel erg fijn. En een camper lenen, dat doe je ook niet zo heel erg snel. En een camper huren, nou dat gaat wel enorm in de kosten zetten. Dus dat was ook eigenlijk geen optie. Dus ja, nu hebben we uiteindelijk afwisselend bij familie gezeten, bij vrienden. We hebben 3 weken op een huis gepast van vrienden. En 2,5 week in een chalet gezeten. En dat ging eigenlijk heel erg afwisselend. En dat was gewoon heel erg fijn dat dit zo kon. Maar ja, het logeren bij anderen, heel erg afhankelijk zijn van anderen, dat zijn we niet zo heel erg meer gewend. Dus dat was wel heel erg wennen. En ik vond het ook best wel intens daarin. En ook om gewoon de hele 2,5 maand uit de koffers te leven. Dat was ook wel vermoeiend op een bepaalde manier. Ja, wat dat betreft misten we echt een eigen plek waar we ons als gezin ook gewoon heel even in terug konden trekken. We merkten dat ook heel erg bij onze oudste Nienke, die had ook echt wel wat heimwee. Eigenlijk vanaf dag 1, maar dat is eigenlijk de hele periode gebleven, dat zij toch regelmatig erop terugkwam van ik wil naar huis, ik mis Minnie. En ja, het was lastig voor haar om echt te vertellen waarom dat in zat. Maar ik herkende dat wel heel erg. Ik vond het heel erg gezellig en heel fijn. Maar ik miste echt wel gewoon mijn eigen plekje. En gewoon toch 's ochtends gewoon even met z'n allen eventjes opstaan, ontbijten, zonder dat je meteen weer in gezelschap bent. Klein en ik misten het wel minder. Hadden we wel iets minder inderdaad. Maar ja, wat dat betreft hebben we ook bedacht om dat volgend jaar wel zeker anders te gaan doen. We overwegen bijvoorbeeld om een caravan te kopen of een vouwwagen. Wat dat betreft blijven we eigenlijk liever in dat primaire leventje, dat zijn we gewend, dat is prima. Maar wel een plek waar je gewoon je spullen kwijt kan, waar alles in blijft. En dat je dus dat voertuig dan gewoon weer verplaatst. En een caravan vouwwagen is daarin anders dan een camper, omdat je die het liefste wel. Maar ja, dat is toch wel anders dan een camper. Die hoef je officieel ook niet te verzekeren. Maar vooral ook dat je dus niet zit met APK. En vervolgens dat er veel meer brokken aan kunnen komen. Een caravan, zeker als je een goedkoper model komt, daar kan gewoon niet zo heel veel misgaan als je die gewoon ergens kunt stallen. Dus, maar goed, dat zijn de plannen waar we nog niet concreet mee bezig zijn. Dat zien we volgend jaar wel weer. Dan kregen we de vraag, hebben jullie in Nederland ook nog dingen bezocht? Het antwoord was erop ja. Weliswaar één ding. Namelijk Corpus. Ja. Super leerzaam en leuk voor de kids. Ja, voor de rest waren we eigenlijk veel te druk. Ja, met iedereen bezoeken door het hele land en familie en vrienden. Dus dat was ook helemaal niet iets waar we naar op zoek waren. Oh, nu ben jij nog naar de Efteling geweest met een neefje en nichtje. En mijn kids zijn weer met mijn broer en zusje naar de Efteling geweest. Maar zelf hebben wij, behalve een sauna. We zijn ook nog een keer naar de sauna geweest. Dat was wel echt leuk. Hebben wij niks echt bezocht. Ja, het was echt enorm fijn om iedereen weer na zo'n lange tijd te zien en weer te kunnen knuffelen. Ja, heel erg fijn. En wat dat betreft voelde het eigenlijk alsof we helemaal niet weg zijn geweest. Precies. Heel vertrouwd in dat opzicht. En Je stapt weer eigenlijk zo in die vriendschap en gesprek alsof je gisteren nog zat. Ja, en in dat opzicht was het ook wel eigenlijk wel heel erg interessant dat eigenlijk juist bepaalde vriendschappen juist eigenlijk weer veel meer diepgang hadden dan daarvoor. Hè? Dus dat was eigenlijk ook wel weer een hele interessante gewaarwording. Ja, die is gemakkelijk. Natuurlijk gaan mijn familie en vrienden het allermeeste missen. Ja, daarom hebben we echt de intentie om volgend jaar weer lekker naar Nederland te gaan. Ja, om dan weer inderdaad voor een maand of twee te komen. Ja, verder ga ik het fietsen heel erg missen. Hij niet. Hij is geen fietser, maar ik wel. Ik heb een bakfiets kunnen lenen voor een periode dat we dus gewoond hebben rondom waar we 10 jaar gewoond hebben. En daar veel vrienden hebben opgezocht. Dus met die bakfiets ging ik met de kids overal heen en weer. En ja, dat was echt wel heel erg fijn. Ja, supermarkt, het eten, het uiteten, dat ga ik ook zeker wel missen. Hier kun je ook hartstikke lekker eten hoor. Maar ik moet eerlijk zeggen dat na 7 maanden dat ik de maïstaco's wel echt zat was. Ja, we zijn veel wezen uit eten, lunchen met oud-collega's. Er was ook vaak wel een reden van, goh, zullen we samen ergens gaan lunchen, samen ergens gaan het eten. Dus dat hebben we ook volop gedaan, was heel erg lekker. En ja, toch de meer internationale keuken dan denk ik dat is. We hebben ons wel weer, carpaccio hebben we veel gegeten, maar ook filet Amerikaan. Nou, ik geloof dat we de eerste 2 weken, bijna alleen maar filet Amerikaan op het brood hebben gesmeerd. Op een gegeven moment was ik daar ook alweer klaar mee. En kaas natuurlijk, vooral ik ben wel een kaasliefhebber. Dus daar hebben we en blauwkaas en dat soort dingen. Ja, dat klopt. Dus daar hebben we echt absoluut van genoten. En dan natuurlijk niet te vergeten de frietjes met de heerlijke snacks. Nou, zeker weten. En curry. En de curry, ja zeker. Maar daar hebben we wel een fles van mee teruggenomen. Dan was er de vraag of niet één van ons ergens in die 3 maanden dacht, zullen we niet maar gewoon hier blijven? Nee. Die is makkelijk. Nee, absoluut niet. Sterker nog, we hadden ook echt wel ontzettende zin om weer terug te gaan. Wat we niet gaan missen, nou dat is echt wel de drukte, de drukke en de bewoonde, hectische wereld. Nu heb je ook wel mooie plekjes in Nederland, maar daar kom je toch altijd wel heel veel mensen tegen. Ja, het is echt wel anders. We missen op een gegeven moment echt wel gewoon de natuur en het buitenleven. Wat je ook denk ik wel gewoon sneller creëert op het moment dat je met een camper reist. Dan had ik nog wel een mooie vraag. Ik lees hem even voor. Wat zijn de positieve elementen uit de culturen die je ervaren hebt die in schril contrast staan met Nederland? We hadden het er net even over gehad. En het eerste wat ons toch wel te binnen schiet is het stukje behulpzaamheid. Ja, klopt. We hebben een paar keer langs de kant van de weg gestaan. En, gewoon om te dronen, precies, of zoiets ook. Maar meteen stopte er een auto die langskwam en die vroeg, is alles goed? Kunnen we je helpen? Ja. En echt heel fantastisch. Dat mensen gewoon echt geïnteresseerd en behulpzaam zijn. Ja, en ik denk dat dat toch wel een stukje minder is in Nederland. Daar gaan ook mensen ook gewoon uit, joh, je hebt wel ANWB en dat regelt zich allemaal wel vanzelf. Dus dat is ook wel gewoon anders geregeld. Maar toch is dat wel anders. Zeker. En dan ook wel het stukje kalmheid, rijgedrag, opgefoktheid. Ik bedoel, toen wij dus ons klem gereden hadden in die viaduct, dat is een aantal video's geleden. Ja, daar stonden denk ik wel 30 auto's achter ons. En nou, misschien heb ik 1 keer 1 toeter gehoord op de video, op dat moment eigenlijk niet eens. Maar voor de rest was iedereen heel behulpzaam. Werden we zelfs door verschillende mensen verteld hoe we dan naar de snelweg moesten rijden. We werden geholpen met achteruitrijden. Iedereen heel kalm, geduldig, zette aan de kant van de weg zodat wij terug konden zetten. Nou, dat zie ik in Nederland echt niet gebeuren. Ik denk dat wij uitgescholden waren. Ik zeg, wat doe je hier met die stomme truck? Maar ja, in Nederland zou er dan ook wel weer een bordje staan, een maximale rijhoogte. Die stond natuurlijk hier niet. Dat is ook wel waar, maar, dit is echt wel, wat dat betreft in Nederland zijn we veel gehaaster en opgefokter. Want, je moet naar je werk, je moet naar je werk. Ja, hier ook, maar op een of andere manier is het ook een soort van, ik weet niet, het is gemoedelijker. Zeker. We kregen de vraag of het moeilijk was om Mexico te verlaten en ook om nu in Nederland weer afscheid te nemen. Ja, Mexico verlaten hadden wij eigenlijk geen moeite mee. Het was, we hadden ook gewoon, we keken heel erg uit naar de periode in Nederland. Met vrienden, familie. Precies. En andersom, ja, het was eigenlijk denk ik vooral om familie, afscheid te nemen van familie was wel lastig. Maar aan de andere kant keken we ook echt wel weer uit om terug te gaan naar huis. Hè. Ik denk dat je het wel, nou, de rode draad in het hele verhaal was dat we ook echt weer heel erg zin hadden om naar ons eigen plek, ons eigen huis te gaan. Want ze voelden het toch echt, want dat is weer de volgende vraag van, nou, waar voelen jullie de meeste thuis, in Nederland of in de truck? En dat is echt de truck. Dat is echt wel gewoon ons huis geworden en ons huis waar we gewoon de wereld mee willen bereizen. Nou, heel erg leuk als je tot het einde bent gekomen van deze video. Ook willen we iedereen bedanken voor al hun leuke berichtjes die we altijd op video's krijgen. Onwijs bedankt. De volgende week dan ga je nog niet het nieuwe avontuur zien in Mexico. Maar eigenlijk vooral wat we allemaal in die koffers mee hebben teruggesleept. Ik zal wel heel even een plaatje hier invoegen. Want met deze koffers gingen wij dus terug naar Mexico. En volgende week vertellen we je alles wat we meenamen van reserveonderdelen tot een kookplaat en kaas en curry. Nou, meer daarover de volgende week. En als je nou geniet van onze video's of ze gewoon heel erg interessant en behulpzaam vindt en je wil ons daar financieel voor bedanken of steunen, dan kan dat. We krijgen daar nog wel eens een vraag over en dan kan dat dus via deze link, de Why Donate Family Everywhere pagina, die je ook kunt vinden in de beschrijving van deze video. En dan denk ik dat nu vooral overblijft om te zeggen tot volgende week. Ja, tot volgende week. Doei.